Welkom bij de Paddock, de Formule 1 podcast van Play Sports. Vorige week werd er niet gereisd in de Formule 1 door het noodweer in Italië. Dit weekend was het wel weer van dat. De Grote Prijs van Monaco, de 68ste in de Formule 1, de 80ste ooit. En het werd een weekend van twee verhalen. Zaterdag was spectaculair, zondag was net iets minder. Uh, maar de winnaar die zat wel weer in dezelfde wagen. Het was opnieuw een Red Bull die als eerste over de streep kwam gisteren. Sam de Jonge, hoe kijk jij terug op afgelopen weekend? Ja, ik weet niet. Zaterdag was natuurlijk een hoogtepunt. Die kwaliteit was fantastisch. Ik bedoel, dat hebben we al lang niet gezien, denk ik. En dat gaf ons echt zo'n reden om te zeggen dat Monaco zeker op de, op de, op de kalender moet blijven. Maar dan zondag was eigenlijk dan het tegendeel. En ja, dan denk je toch van: goh, om echt te racen is het toch een lastige plek. Hè? Mm. Uh, je hebt uw baas meegenomen vandaag? Ah, is dat zo. <laughs> <laughs> Ouch. <laughs> Mijn gaans. De goose. <laughs> Dag Mark, Mark Goossens. Hey hoe, Dag. hoe kijk jij terug op afgelopen weekend? Een beetje hetzelfde dan Sam, denk ik. We weten dat Monaco kan een processie worden, omdat inhalen heel moeilijk is. Maar de kwalificaties die waren natuurlijk top. En dan die regen hmm. tijdens de wedstrijd, ja, daar hadden we een beetje meer van verwacht dat er meer posities gingen wisselen en dat soort dingen. Maar ik vind dat ze allemaal voorbeeldig mooi op de baan gebleven. Enfin, we hebben wel wat. Fietsjes ja. gezien, maar de meeste zonder, zonder heel veel gevolgen. Mm. Um, die kwalificaties, ja, vooral Q3. Hè. Q3 was fantastisch. Um, een strijd tussen uh, Ocon, was het even, dan Leclerc, dan uh, Alonso en Verstappen. Hoe komt het dat dat zo dicht bij elkaar lag daar? Want we hebben al spectaculaire kwalificaties gezien. Maar dit was toch wel van een nog ander niveau? Ja, maar het begint, het is, het is Monaco, het is een straatcircuit, het is een circuit, ja. uh, Dus de rondetijden liggen sowieso al, al dichter bij elkaar. Het is heel moeilijk om tienden van elkaar af te zitten hier. Het, het gaat meer over honderdsten, en zelfs duizendsten. Um, ja, en dan, ik moet zeggen, er waren een paar jongens die echt wel, wel de perfecte rondjes reden. Ocon, zoals je zegt, om te beginnen, was voor mij een van de grote verrassingen. Uh, eindigde dan uiteindelijk ook op uh, P. Vier denk ik, hè, werd dan ja. P3 uh, op de start gerit. Um, en dan de anderzijds, ja, wat, wat voor mij, ik weet niet voor jou Sam, maar wat voor mij vooral opviel, was dat die, die snelste ronde tijden niet altijd te maken hadden met de snelste sectortijden. Nee. Uh, en wat ja. verstappen daar op het einde deed, uh, was, was volgens mij ja, het bewijs dat hij een van de grootste aller tijden is. Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat, dat uh, het ligt een beetje in de natuur van die Red bull van de banden traag op te warmen. Zeker de voorbanden. Die, die worden moeilijk warm. En die hebben wat meer tijd nodig en in die zin is het misschien logisch, ook omdat de, de band die Pirelli mee had in, in Monaco was een beetje zo'n een, een, een one-lap qualifying band. En ja, voor Red Bull gaf dat eigenlijk moeilijkheden, hè? want die band kwam er pas ongeveer in de laatste sector en ze wisten dat. Maar wat knap is, dat je moet het daar nog doen. Hè? Bedoel, het is een kort circuit. Absoluut. Het is ook een circuit waar je in die zin weinig verschil kan maken. Er is niet veel plek waar je later kan rijden aan anderen of meer snelheid in de bocht kan meenemen. Eén voor Verstappen om dan twee tienden te gaan goedmaken in één sector. Twee tienden, dat, dat lijkt niks. Maar ik denk dat iedereen in de racerij weet hoeveel dat is. En ja, dat gewoon kunnen. kunnen hebben. wij's toch altijd weer van okay, waarom dat een wereldkampioen is. En waarom het hij waarschijnlijk dit jaar ook weer uh, ja, opnieuw gaat winnen. Ja, vooral ook die laatste sector. Die, hoe, lang, hoe lang duurt die? 15 seconden? Nog niet? Dat is zo'n korte sector. En hij haalt daar twee tienden goed. Ik denk dat iedereen, wij alle drie. En ook Chris en Geert, iedereen die aan het kijken was ervan overtuigd was. No way dat Verstappen ja. twee tienden gaat goedmaken ja. in die korte derde sector. En toch slaag je daar opnieuw in. Ja, en vooral ook wat Sam zegt, is, dat klopt 100%. Hè. Het zit vooral in het remmen, het zit vooral in die bochtensnelheid. Dingen die op een straatcircuit en vooral in Monaco heel moeilijk zijn. Beginnende met laten remmen, want er is no room for error. Ja. Er mag niks fout gaan. En ten tweede, de bochten zijn zo traag, dat het, het verschil om die, om die meer snelheid mee te nemen... Om dat te maken is gewoon gigantisch moeilijk. En het is net dat wat dat hem de pol heeft gebracht. Ja, en ik hoorde jullie ook zeggen: van, hé, je moet zoveel zelfvertrouwen hebben, je moet zoveel vertrouwen hebben ook in die wagen. En om te weten dat je echt over die limiet kan gaan om dat daar te kunnen doen. Ja, maar dat zien we overal. Verstappen is gewoon één ja. met die auto. En, en je ziet dat Peres daar ook heel vaak in lukt om, om soortgelijke dingen te doen, maar niet in dezelfde consistentie. En, en ja, ja. hoe dat hij met die, hij kan wijze van spreken zijn de naam op asfalt schrijven hè? Ja. Met oud, <laughs> ja, want, want hoe, hoe heeft hij dat nu precies gedaan? Want waar heeft hij die twee tienden vandaan gehaald in die laatste sector? Want Alonso die rijdt die eerste twee sectoren rijdt iedereen naar huis, is die fantastisch? En toch op dat kleine laatste stukje haalt Verstappen dat, maakt hij dat helemaal goed. Waar haalt hij dat vandaan? Ja, ik denk, wat we er net al net die band die komt dan meer tot leven op die Red Bull. En dat is dan heel laat in de ronde. Ja, in hoe dan, hoe dan komt dat dat dan ineens tot leven komt? Ja, omdat, die, omdat de natuur van die auto eigenlijk is om die band uh, niet heel hard te stressen, om het zo te zeggen. En dus door die niet te stressen komt er minder de temperatuur in. Uh, die heeft wel meer tijd nodig om dat te doen. En dat wisten we al, dat hebben we doorheen het jaar gezien. Dat hebben we vorig jaar zelfs een stuk gezien. Bij Ferrari lukt dat wel. Hè? Ik bedoel, daarom waren die initieel ook op, op één ronde sneller. Hè? Maar we zagen altijd in de race: oké, okay, dan kan Ferrari niet mee en Red Bull wel. Dat is omdat die band minder snel snelpermt en dus langer goed blijft. Dus op een race space of een, een race run komt dat je heel hard ten goede. Nu, Red Bull heeft dan in de winter zo'n goede wagen gebouwd dat hij zelfs in quali mee kan hè? Om, om de pole <laughs> te pakken. Dus dat is gewoon natuurlijk het magische aan die wagen momenteel. En dat heeft Ferrari bijvoorbeeld niet. Dus dat is één ding, en ten tweede is het verstappen die dan perfect dat weet te benutten. En allee, ik denk dat dat het zotte is, dat wij, dat wij allebei zien van, je weet misschien dat hij in de laatste sector komt, maar dan moet je het nog, ook nog doen en pakken en op de juiste manier gebruiken. Hè. Dat is het verschil in talent uiteindelijk. Hè? Ja. Het, het, het aanvoelen, het uitvoeren van... van wat dat je weet, wat theoretisch kan, in de praktijk omzetten, ja, dat, is, dat is puur talent. Ja, want we praten vaak wordt dan gezegd van ja, ja talent rijdt in de snelste auto, dan is het gemakkelijk, maar zo, zit het nu, zo is het nu ook niet helemaal. Hè. Daarom, daarom heb je ook een ploegmaat om mee te vergelijken, dat maakt het ook zoveel zo gemakkelijker. Ja, maar dat, als je teruggaat in de geschiedenis van de sport, dan, dan is het altijd wel zo. Hè. Het zijn, het zijn, uiteindelijk zijn het allemaal goede piloten die erin zitten in de Formule 1. En mm -hmm. als je dan een goede rijder bent en je hebt een snelle auto, ja, dat vergemakkelijkt de dingen natuurlijk, maar om het. Ja, tot in die perfectie uit te voeren, zoals Verstappen. Nu. Hij deed het in het begin al en, en heel veel mensen hadden zoiets van hoe lang gaat het duren, maar het wordt alleen maar beter en beter. Hoe meer ervaring dat hij krijgt, ja. hoe meer dat hij het, het hele plaatje snapt en, en communiceert met zijn team. Uh, en dat is ook ja, die sterkte van die continuïteit. Ja, want hij raakt uh, daar zelfs een muur op het einde, hè? die laatste bocht. Ja. Tikt hij de muur lichtjes aan, maar, maar ook weer op zo'n manier dat het niet schadelijk is. Hè? Snap je? Hij verliest een klein beetje snelheid in die vergelijking, dat was wel interessant. Um, hij verliest een klein beetje snelheid terug op het rechte stuk uh, om, om de ronde af te maken. En daar pakt Alonso dan een klein beetje die, die snelheid terug, uh, of die rondetijd terug. Uh, maar gewoon, de manier waarop hij dat doet is altijd bij Verstappen. Dan denk je van, als hij in de slip geraakt, dan, is dat, dan pakt hij dat hey, perfect op. Hè. Dat hebben we vroeger gezien, al in het begin, de eerste jaartemrit. Ja, die, die gast heeft gewoon zoveel gevoel en die kan alles doen wat hij wil. En zoals Merk zegt, je wordt enkel beter. Hè. dat is het het is hier niet de grote Verstappen-show. Wij zijn niet. Het uh, is een objectieve waarneming. Ja, het is gewoon een objectieve waarneming als analisten. Ja, we weten natuurlijk van vroeger in de karting, We hebben hem zien rijden. Wat hij daar al was. En ook daar perfectioneerde hij die, die sport. Hè? En nu is hij dat weer aan het doen. Ja. Uh, Mark, je hebt er gereden in Monaco. Uh, hoe moeilijk is het daar om, om tot het uiterste uiterst te durven gaan ook? Want je moet wel toch, nog meer dan op andere circuits een knop afzetten, lijkt mij. Omdat die muren die, die komen echt extra hard op je af, toch? Ja, wat je in eerste instantie moet doen op zo'n baan is, is ja, het, het proberen op de limietrijden weg te laten. Mm. Je moet het helemaal ondergaan. Je moet in een tempo komen. Je moet uh, gebruik kunnen maken van het oprubberen van de baan. Hè. Dus hoe, hoe meer dat er gereden wordt, hoe meer rubber dat er op de baan komt. En diegenen die in het begin te veel gaan zoeken naar die andere rempunten, hè, waar we het er net over hadden, of meer bochtensnelheid meenemen. Dan kan het fout gaan. Het is bij mij ook fout gegaan destijds in de Formule 3000, na de Lewis Herpin. die volgende rechts. En nu, de dag van vandaag, is die curbstone aan de binnenkant is mooi afgevlakt. Dat, dat wordt eigenlijk aanzien als een echte curbstone. In mijn periode was dat een echte trottoir. En als je toen die stoeprand raakte, ja, dan werd je aan de buitenkant er gewoon afgekatapulteerd. En dat is mij ook overkomen. Dus het is, het is heel makkelijk om te zeggen, forceer het niet te fel, ga niet te fel die limieten opzoeken. Maar ja, dat is een kwestie van... van een duizendste van een seconde vroeger insturen ja. en je komt twee millimeter verder rechtsuit uit. Je, je raakt een stoeprand. Hoe lang heb je nodig gehad dus, om je comfortabel te voelen? Of heb je je nooit comfortabel gevoeld op dat, oh, op dat circuit? Dat zijn circuits die altijd uitdagend blijven. Net zoals Macau destijds ook was in, in Formule 3. Dat zijn ook stratencircuits waar dat, ja, er kan het heel rap fout gaan hè? en je wordt, uh, je wordt getriggerd natuurlijk, want je hebt. Niet zo heel veel tracktime, je kan er niet testen op voorhand. Nee. Dus je moet gewoon rondes rijden. Je wordt heel veel getriggerd van te zeggen. Hey, we komen een seconde tekort. Een seconde op een circuit van drie kilometer en nog wat. En dan ga je heel snel forceren. Dan kan het fout gaan, natuurlijk. Ja, je hebt ook die haarspelboog daar natuurlijk. Ja, met alle respect, maar dat is niet gemaakt voor Formule 1-wagens. <laughs> die, ja, die geraken daar amper door. Nee, dat klopt. En allee, nu nog veel minder. Hè? Want we hebben het er al vaak over gehad. Die wagens die worden enkel groter, zwaarder. Breder, uh, lomper, om het zo te zeggen. Um, en we zouden het ook in de onboards aan het weekend. tegen moet echt... De timing moet heel hard kloppen. Op het moment dat je instuurt, moet het scherp genoeg zijn. moet het in één keer lukken. In de regen zouden een aantal, ik denk het stroll was, die daar rechtdoor schoten. Sergeant toch ook? Sergeant of Albon? Ja, ja sergeant die, die heel traag daar gewoon zijn, ja. daar zijn bocht gewoon niet kan afmaken. En natuurlijk in de regen is er minder grip, dus dan schuif je, hey, kan je onderstuur krijgen en dan lukt het al helemaal niet meer. Dus ja, als je het objectief bekijkt, is dat natuurlijk absoluut geen circuit meer voor een uh, moderne Formule 1. Misschien is dat nooit geweest. Hè. Zoals ze vroeger zeiden, het lijkt alsof je met je koersfiets in je bad kwam <laughs> Dat had ik nog niet gehoord, maar dat is wel mooi. Ik heb het eens geprobeerd, dat is gewoon niet makkelijk. Je hebt een kleine badkamer natuurlijk. Dat is, wel, dat is wel lastig daar. Dat is een grote fiets. Dat was een bad day. Oh, wow. Dat was een bad joke. Maar die had maandag het de perk is Altijd maandag. Daarom zijn die mopjes oké, okay, daarom, uh, daarom kom je daar weg. Uh, van wie waren jullie nu het meest onder de indruk buiten verstappen in die kwalificatiesessie? Het is gemakkelijk om Alonso te zeggen, omdat hij op het een na snelste was, maar is dat ook degene die jullie. Voor mij wel. Ja, voor mij ook. En als je, je zag het ook hè, na, de, na die sessie, als ze hem zijn helm afzetten. Het, het is niet zomaar gekomen, hij heeft recht moeten verwerken. Mm. En, en om dat op die leeftijd nog te doen, tegen al die jonge wolven. Um, kijk, hij heeft ook heel veel motivatie natuurlijk. Hè. Hij heeft die overstap gemaakt naar Aston Martin. Het gaat allemaal heel goed dit jaar, maar hij blijft ook bevestigen Hij blijft ook die, de constante Alonso zijn. Hij, hij laat het niet toe om... om om zichzelf te mee la laten mee te sleuren in een verhaal waar hij meer fouten gaat maken. Dat doet hem niet. En als je dan Stroll ziet, ja, die, die probeert op datzelfde niveau te ja. komen, maakt daardoor ook heel veel fouten. Ja, het is, het is waanzinnig ook om te zien hoe, hoe hard die mensen zich nog amuseert. En ik denk dat hij dat, als ik terugdenk aan zijn tijd bij Ferrari bijvoorbeeld, zijn, zijn, zijn tweede periode, zijn derde periode bij McLaren, de laatste met, met Stoffel toe was hij zich ook niet aan het amuseren. En nu zie je dat die mens, die dat wegstappen van de Formule 1, heeft echt precies beseft hoe groeien bij hem, hoe graag dat hij het echt doet. Ja, ik denk dat hij dat, dat zo wat beseft: van voor hem is nu alles extra. Hè? Alles is een plus. Alles wat er nog bij komt is gewoon gewonnen. En dat hij vroeger misschien niet, omdat je natuurlijk is in je huidige carrière of, of, of in je actuele carrière, dan, dan moet het lukken. En als dat niet lukt, dan, dan gaat het nooit meer lukken. Je denkt, denk ik op die moment niet van ah, ik kan mijn 42 hier nog uh, terugkomen <laughs> en in een potentieel winnende auto kruipen en misschien zelfs wereldkampioen worden. Ik denk dat je dat nooit denk. Dus ik, ik snap wel eens dat hij een druk erop staat op dat moment. En het dat dan moeilijk is om dat anders te zien. Je kan alles wat meer in perspectief plaatsen als je ouder wordt. is In het leven zo, maar ook in, in sport is dat ook zo. Hè? Ja, plus wat ik ook denk dat een hele belangrijke factor is, is dat vorig jaar, toen dat hij bekend maakte, dat hij ging overstappen van Alpine naar Aston. Denk ik dat er heel veel mensen zoiets hadden van: ja, wat gaat hem nu doen? Ja. Ja. Hè, die auto dat lukt, er, dat lukt nergens, nooit. Hè. Het zal wel voor het geld zijn. En dat ook. Is, dat <laughs> het is, is waarschijnlijk. Oh. Ja, maar, is waarschijnlijk nee. maar de bevestiging die hij nu levert van dat dat wel de juiste beslissing was, ja, dat, is gewoon, dat is gewoon goud waard. Mm. En als je dan tegen al die jonge wolven mm. net in zoek kan blijven van verstappen met die toch dominant is, zijnde mm. rijder- en autocombinatie, dan. dan ja. Je kunt er helemaal plezier van hebben. Het is ook één na ja. beste rijder dit seizoen gewoon. Ook al zat hij niet ja. weer in, het, in het wereldkampioenschap, ja. voor mij zei hij na Verstappen dit seizoen de beste. Ja. Ik denk dat als je kijkt van wie haalt het maximum uit de auto, dat klopt. Dat verstappen en hij dan veruit de beste zijn. Die ja, de laatste millimeter eruit persen, en echt persen, hè. en dat zie je ook als die rijden. En dat is het zalige om te zien. En, uh, als je een referentie nodig hebt, kijk naar Lance Roll. Dat is een, op zich een goede piloot, een snelle piloot. Hè. En kijk, het grote verschil is niet dat hij met gemak hè, naar de derde plek of zo rijden, of naar de vierde plek na Dat doet hij ook niet. Hè. En in de vorige Grand Prix ook niet. Dus ja, dat laat maar even zien dat Alonso zich heel snel heeft weten aanpassen naar een nieuwe auto, een nieuw team. En daar moet je hem toch wel respect voor geven. Ja, Stroll die heeft uh, niet zo'n leuk weekend gehad. Vooral zijn zondag was echt. Ja, die start alleen al hè. tijdens de race. Hij probeert daar een en een gat te vinden dat er eigenlijk niet is, <laughs> zich daartussen te, te smijten. Het is de zoon van de, van de baas, Meester Martin. Dat gaat helpen. Maar hoe lang gaan ze het nog kunnen volhouden om die als tweede, tweede rijder aan te houden als hij elke week zo naar huis wordt gereden door Alonso? Want Alonso is echt, het is niet zomaar beter. Het is pakken beter en elk weekend. Ja, maar het is ook niet zomaar Alonso. Ik bedoel, als je Alonso zijn carrière bekijkt, dat is Tuurlijk. ook niet de niet eerste, de beste. Om te beginnen nee. al niet. En ik moet zeggen, ik vond uh, Stroll in het, in het begin van het seizoen eigenlijk verrassend goed. Beter dan wat ik ervan verwacht had. Alleen, hij kan niet blijven bevestigen. En dan moet je natuurlijk de vraag gaan stellen: hoe gaat het zijn wanneer dat we wel terug naar de traditionele circuits gaan? Dan gaat het misschien wel wat helpen. Misschien moeten we zijn hand nog eens breken. Hè? Dan rijdt het precies beter. Maar, ga, <laughs> maar ga, gaan, ze, gaan ze daar denk jullie, een eerlijke analyse over kunnen maken binnen dat team? Want dat, dat is heel delicaat. Zoon van de baas, dat is. Hey, ik denk, als je kijkt naar, naar het, het pad dat ze hebben afgelegd als familie, dan, dan is de enige reden dat ze daarin zijn gerold Lawrence Stroll. dat heeft dat gedaan voor zijn zoon, ja. voor Lance. Die heeft een kartingteam gekocht, die heeft een Formule 3-team gekocht en enzovoort en enzovoort, ze een Formule 1-team gekocht uiteindelijk. Op elk niveau is het ja, een team. Man, als, als je dat zo ja, hoort. Dat om ik... het mogelijk te maken voor zijn zoon en ik bedoel wij kennen piloten. Um, ik reed, toen ik testpiloot was bij Mahindra in Formule 1, was Rosenquist, Felix Rosenqvist, die nu in de IndyCar rijdt, die die was daar piloot. en die werd ingehuurd in tijd in de Formule 3 om langer te blijven in die klasse. Om aan de zijde van zijn te staan, om die een referentie te geven, om die af te stellen, om die rap te maken. Dus zijn vader heeft heel veel ervoor over gehad voor zijn zoon. Maar hij is ook wel een business guy en iemand die volgens mij wel streng is op prestatie. En ik vraag me ook wel af: van ja, is er een bepaald moment dat hij zegt van de prestatie komt niet overeen met wat de performance kan zijn? Zoon of niet? Ik ga voor mijn team, want dat team is veel geld waard. En dat moet opbrengen. Want dan kan je inderdaad zeggen, Alon het is inderdaad niet zomaar iemand, het is Fernando Alonso. Maar langs de andere kant, je ja, ziet natuurlijk ook wel wat iemand uit die wow. wagen kan persen. En dan maakt het een beetje een ver vergiftigd geschenk misschien ook voor, mm. uh, voor Lance Stroll. Ja, misschien wel. En dan is mijn vraag eerder van, stel je voor dat Alonso morgen beslist van, nu is het echt definitief gedaan. Wie gaan ze als vervanger zetten? Dat vind ik ook een heel moeilijke oefening voor de ja, familie inderdaad. Stroll. Want ja. als je zegt, destijds in de Formule 3 was duidelijk dat dat Rozenvist moest zijn. Nu in de Formule 1 was duidelijk dat dat Alonso moest zijn. Mm. Maar ja, die kan dat niet eeuwig blijven doen natuurlijk. Hè. Terwijl nu, dat Stroll nog een hele carrière voor zich zou kunnen ja. hebben. Dat team is natuurlijk wel veel aantrekkelijker geworden door de prestaties van, van Alonso dit jaar. Ik denk dat er heel wat jonge rijders die in de voorbije ja. jaren niet naar Aston Martin zouden, zomaar zouden willen gaan om effectief te presteren. Als je denkt aan Oscar Piastri. Ah, ik ik dacht dan dat je kleinere... bedoelde Leclerc. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Ja, oké, okay, maar, maar wacht, ik vind. Het team is aantrekkelijk geworden omdat ze een goede auto hebben gevonden. Ja, maar exact. Allee, en, en het feit dat Alonso er nog eens in zit, dan, dan hey, 1 plus 1 is ja. 2. Of dan 3 in dat geval. Of 4. Uh, um, ik was nooit al goed in wiskunde, maar. Uh, <laughs> maar, um, Allee, dus, laten we eens even. Laten we even stellen, en Vettel zat er vorig jaar in, ja. vorig jaar ook een toppiloot. Dus stel dat Alonso was gekomen op het moment dat, dat die Aston er niet klaar voor was, dan had dat, niet, dan had dat geen aantrekkelijk team geweest, ook niet voor een jonge pilot. Nee, het, het kan heel snel keren, hè? en nu is het wel het geval. Die wagen is wel beter geworden. dus Ze weten ook, oké, okay, daar wordt in geïnvesteerd. Mm. Uh, het headquarter daar wordt, wordt groter en groter. We, zijn daar, we hebben het al gebouwd, is het is al klaar, het nieuwe, nieuwe complex. Mm. Um, maar er wordt veel geld in dat team gepompt. Ze willen daar blijven investeren, blijven groeien. Waarom zou je als jonge piloot niet denken, misschien is dat eigenlijk wel interessant om naartoe te gaan? Ja, maar ik denk dat er op dit moment heel wat jonge piloten zijn die zin hebben om naar binnen te gaan. Ik denk alleen dat papa Strol dat niet direct zit zitten. Die gaat nog altijd iemand met ervaring nodig hebben. Die, een gevestigde die, waarde. Een gevestigde waarde die, die een team op zijn showers kan dragen. Iemand die dat hele verhaal mee, mee verder trekt. Want dat is uiteindelijk hetgeen wat, wat te goede gaat komen van, van Lens. Het ja. gaat niet gebeuren met, met, met Piastri ernaast te zetten, bijvoorbeeld. Denk ik niet dat Stroll er veel aan gaat hebben. Lens dan, ja. ik. Maar plus is het niet gemakkelijker om, om zowel iemand ouder te hebben die in een andere fase van zijn carrière zit als, als, als mentor. En echt die relatie zo te zien, dan dat je een andere jonge gast naast zit. Dat is bijna meer concurrerend voor zijn zoon of tegen zijn ja. zoon. Ja, dan dan, dan hij is hij niet aan, meer de jongere. Ja. Ja, ja, dat is voilà. een andere druk, absoluut. Ja. Waren er geen uh, speculaties dat Lewis Hamilton Mercedes ooit ging verlaten? zou zo maar kunnen. Ja, maar ik ben, zo zo ik ben aan, denken aan de, ja, het denken aan ervaren rijders. De laatste weken is dat constant in het nieuws geweest. He? Dat ging je meer over een move naar Ferrari uh, volgend jaar al, denk ik. Dat ze het over hadden. Met deze Ferrari dat hij niet echt geneigd <laughs> nee, is om daar naartoe te gaan. Nee, <laughs> het is niet veel beter dan bij Mercedes. <laughs> Allee, ik denk dat ze een betere wagen hebben, maar intern loopt het nog altijd meng. Ja, dat is ook inderdaad. Ja. Ik wil nog een paar dingetjes over de kwalificatie eigenlijk hebben, want we hebben het over Q3 gehad. Q1 en Q2 hebben we vakkundig genegeerd, omdat die eigenlijk ook gewoon niet zo heel interessant waren buiten mm. de crash van Perez. Daar zo meteen nog even wat meer over. Ja. Maar hoe kunnen we Q1 en Q2 interessanter maken? Is dat niet gewoon een heel simpele oplossing? Maak die korter. Maak die laat die minder lang duren? Zou dat al geen verschil maken? Want nu, zeker Q1, blijft eigenlijk maar aanslepen. Ja, maar ik denk dat dat een gevolg is opnieuw. Hè. De baan die telkens beter wordt, meer rubber die er komt. Er is niemand die risico's gaat pakken in het begin. Buiten uh, Peres. Behalve Peres dan. Ja, maar het, het is effectief ook wel ja, zo. Hè. Echt, hè. Probeer daar even iets meer en, en, en dat gaat fout. Um, ja, ik weet niet, moeten we echt op zoek naar iets anders voor Q1? Q1? Ik vraag het jullie. Ik zou liever voor Q3 iets anders zien. Hè. Die one lap quali. Dat zou ik willen zien. Die Superpol. alleen ik bedoel, maar... nu, die Superpol, nu, nu krijgen we natuurlijk. Ja. In Monaco iets, iets uh, dat er heel goed uitzag, maar wat we wel zijn, dat het op de meeste circuits niet waren. Dus het is eigenlijk nooit zo spannend geweest als, als, als Zaterdag. Nee, absoluut. Dus die Superpol, gewoon één rondje. En dat bepaalt. Ja, of, een, of een hele korte tijdspanne. Ja, wij vla. hebben het ook in de, in de Euronasca, bijvoorbeeld, hebben wij qualifying. En dan heb je, qualifying is nu op dit moment tien minuten. En de top 10 gaat door naar, naar superpole. En superpole is vijf minuten. En die start je in de volgorde, zoals die, ben je bent gefinished in qualifying. Dus als je tiende wordt van de tien die naar de superpole mogen, dan mag je als tiende pas de baan op. Nee. Dus als de rest van het verkeer je wat ophoudt, ja, dan kan het straks zijn dat je één ronde minder rijdt dan degene die eerste de baan ja, opkomt. Okay. Dus dat maakt het wel een beetje extra spannend. En dan moet het inderdaad op één, maximum twee ronden, moet het gebeuren. Ja, misschien moet er niks veranderen. Hè? Ik bedoel, want als je kijkt naar de tijd van Michael Schumacher, hoe lang was het toen? Dat is een uur gewoon om, om kwalificatie ja. te rijden. Waarin ja. sommige mensen dan 40 minuten bijna geen wagens op de baan zetten. Chris Wouters had het daar gisteren nog over. Ja. Van, er is al veel vooruitgang gemaakt op dat ja. vlak. Het kan nog boeiender. Dat ja. Ja, klopt, hè. Maar de stap, er zijn al heel wat stappen gezet. Ja, vroeger, ja. vroeger was het veel interessanter om naar de pre-qualifying te kijken. Want toen waren er zoveel teams en zoveel auto's ja. dat niet iedereen in de show geraakte. Dus dan moesten ze in pre-qualifying het puur risico nemen om, om proberen erbij te zijn. In qualifying was inderdaad een sessie van een uur. Ja. En kwamen ze vaak pas na 50 minuten buiten <laughs> Pas dus van voor die mensen die daar ja. in de tribune zitten. Maar, uh, toen, toen was het zo. Toen kenden we, toen kenden we geen andere format. Dus, uh, dus in dat opzicht is er nu inderdaad wel heel wat meer aangeboden. Mm -hmm. uh, Sergio Perez, zijn naam is al gevallen. Het was eigenlijk het enige echt interessante in de eerste twee kwalificatiesessies. Um, is dat gewoon te hard willen? Is dat de druk voelen van ik moet opnieuw presteren? Want verstappen is, vooral. is er opnieuw, hij staat opnieuw aan de leiding. Ik moet hier opnieuw een stratencircuit. Dit is het moment dat ik nog iets moet laten zien. Ja, maar het is vooral op het foute moment. Ik bedoel, als je met een Red Bull rijdt, dan is het zeker niet in Q1 dat je weg moet bewijzen. Ik bedoel, je zou eigenlijk met gemak moeten doorstromen. Er is geen vraag dat dat zou lukken. Zelfs die in Monaco, waarbij dat de wagen dat misschien minder impact heeft. Als je in een Red Bull zit en je raakt in Q3, dan moet je vanuit uitgaan. Dus als je dan het risico gaat pakken in Q1, dan, dan stel je toch de vraag van het, welke mindset dat, dat start. Dat is gewoon fout. Maar ik denk dat het ook een combinatie is van een aantal dingen. Eén, nog maar eens, het is Q1, minder rubber op de baan. Ten tweede hadden we het over het verschil dat Verstappen maakt in net iets later remmen, net iets meer bochtensnelheid meenemen. En, ja. en volgens mij is, zijn die drie factoren gewoon hetgeen dat er gebeurt bij PRS. De baan is nog niet klaar daarvoor. Hij probeert al dan niet net iets later te remmen, maar hij probeert in elk geval te snel. Ja, de te, te lossen die, en erin te rollen, Ja, de, 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 de bochtensnelheid ja. mee te nemen. En ze waren daar niet klaar voor op dat moment. Het was een stevige klap. Ja, ik denk dat het best wel hard was. Ja. Hmm. Um, ja. Dit geeft zijn titelkansen wel een serieuze knauw. Als je kijkt naar de WK-stand, op zich is er niks verloren. Want Verstappen moet één keer uitvallen, per is één keer winnen en hij staat er weer, hij staat er weer bij. Dus het kan, het kan zo veranderen. Maar binnen het team. Moet dat volgens mij toch ook wel ergens een signaal zijn? Wat ze, bevestiging van wat ze natuurlijk daar al lang al wisten, weten. Ja. Maar dat gaat toch wel een impact hebben? Ik denk, ja, dat gaat sowieso een impact hebben. Maar ik denk het al, in Miami was dat eigenlijk al het geval. Ik denk dat, dat Verstappen daar echt gereageerd heeft op, op Perez die het goed doet uh, dit seizoen. En dat is een beetje het nadeel van Verstappen als, als teamgenoot hebben. dat Als je die uitdaagt, en het is ten eerste al knap dat Perez in de positie zit om dat te doen. Maar als hij die uitdaagt, dan wordt hij enkel beter. Ja, dat is het dat is lastige. Het is niet dat hij dan zo. Oh, en, uh, oeh, hij gaat onder de, onder de druk bezwijken. Nee, Verstappen die heeft zich even geïrriteerd. Ik denk twee races lang heeft hij zich geïrriteerd en is gewoon in zijn vel. En in de persconferentie zag hij ook dat hij toch zo'n klein beetje gebeten was. En dan heeft hij daar omgevormd naar beter worden. Dat is winnaarsmentaliteit ook, hè? Ja, dat is winnaar zijn. En natuurlijk, dat is iemand die dan in de positie zit en het talent heeft om dat om te zetten naar snelheid op de baan ook. En Arre, ik vind dat die volledig onder controle is. Steep. Nu heb ik helemaal geen twijfel. Die heeft die voorsprong nu. En pff, no way, hij gaat dat afgeven. Hoe lastig zijn ze op, uh, op Peris dat hij ervoor gezorgd heeft dat iedereen, de hele wereld, nu eindelijk die vloer van Red Bull heeft gezien? Want dat was toch een van de grootst bewaarde mysteries. Hè? Hoe ziet die vloer van Red Bull eruit? Nu weet iedereen het. Iedereen is over de vloer gekomen nu. <laughs> <laughs> Ja, ik weet niet in hoeverre dat ze daar op die manier mee bezig zijn. Dat is gewoon een gevolg van. Uh -huh. De situatie doet zich voor. Ik weet niet of ze daar nu extreem unhappy mee gaan zijn. Ik, ik denk als ze boos zijn op PRS zal het om andere redenen zijn dan de foto's die verschijnen nu. Ja, op social media was er heel veel over toen. Hè. Twitter stond er, stond er vol van. Ja, ja, maar dat is het nadeel van social media. Is die, <laughs> daar wordt het ook allemaal een beetje aangewakkerd en vergroot en in de spotlight niet. gezet. Dus <lacht> <lacht> ik weet het niet. Uh, de grote details die, die het verschil maken, die, die, die zie je waarschijnlijk toch niet. Zelfs niet op de foto's die nu genomen zijn van een auto die in de lucht hangt. De ja, ik, ik ga het eerlijk toe, op dat vlak ben ik een complete leek ook. Ik zie die twee, ik, de vloer van Mercedes aangezien en die van Red Bull, ik zie die naast elkaar, ja, je ziet wel wat verschillen, maar voor mij is dat echt... Ja, je ziet dus verschillen, maar... Dat, ik, niet veel. Nee, maar ik denk dat je dan vooral naar de designers en, en de engineers moet, moet, uh, moet gaan om... om door welke bril zien zij ja. dat? Hoe, hoe zien zij die situatie? En ik denk dat het dan over bepaalde details gaat. die uh, een auto die zoveel meters van de grond hangt ook niet allemaal, niet allemaal kenbaar gemaakt worden. Dat ik bewust zeg als leek. <laughs> dus is aan ingenieurs die zouden luisteren. Ik weet het, ik heb daar vlakje nog geen knoopje van. <laughs> de zondag was ook niet echt een dag van, van Sergio Perez. Want hij, had, hij moest een inhaalrace inzetten, dat was het grote doel. Rondje twee gaat hij naar de harde band. En dan um, heeft hij daar die aanrijding met Lance Stroll. Um, tenminste, dat hij even uh, moet uitwijken. Um, dan heeft hij dat incident waarin hij op die haas inrijdt. Uh, wordt hij aangereden door George Russell. Uh. Gaat zelf <laughs> nog eens aan het zwembad uh, van de baan. Mijn ja, en hard. dat heeft hij echt... Uh, dat was wel graaf. Die, die, safe. die safe was toch wel machtig, of niet? Ja, ja absoluut. Oh, Zo'n tricky six-event-circuit... Oh. Ik weet niet, dit komt er heel goed weg. Ik bedoel, Mick Schumacher kwam met een helft minder van zijn auto aan. Ja, daar eigenlijk ja. hetzelfde Absoluut. mee. Ja, maar dat incident met Stroll was eigenlijk het opvallendste. Hij rijdt daarin op die haas, was de haas van Magnus daar op inrijd, zeker. Dat was gewoon, ja, hij zei brake testing, maar ik ja, denk maar niet dat het geval was. Sorry man. Nee, hè? Nee, op, exit nee. Van de op, op dat moment zit hij, ja, ja. zit hij zo dichterbij. En inderdaad, als, als je verwacht dat Magnus op een bepaald punt op het gas gaat en dat gebeurt iets later, dan lijkt het voor hem misschien alsof hij op de rem ging, maar dat is gewoon. Dat, dat zijn de mogelijkheden die Magnus heeft. Die kan niet sneller op de gas met, met, ja. met een haasauto. En ik denk dat het ook een beetje een, een ophoping is van frustraties bij Perez op dat moment dat hij hij wil zich lanceren natuurlijk om bij die exit er langs te gaan om nog voordat hij richting Raskas gaat, eigenlijk voor Magnussen te zitten, maar het was gewoon fout ingeschat. Ja. ja, plus ik denk voor hem, voor Perez was het ook zo van oké, okay, die zaterdag was heel slecht en, en uh, hij excuseerde zich natuurlijk voor, voor die fout. En dan op zondag, oké, okay, winnen, dat gaat niet meer lukken. Maar als hij dan bijvoorbeeld een, een, een fantastische inhaalrace rijdt, dan is die zaterdag zo goed als vergeten, snap je? Dan wordt hij nog onthaald als held in Monaco, zoveel posities winnen, weet je? dan komt er goed vanaf. En de frustratie van te voelen dat dat niet lukt, inderdaad, Dat heeft hem volgens mij geleid tot veel te hard te pushen en fout te pushen. En hij heeft dan ook eens de pech dat er in Monaco gisteren eigenlijk zo goed als niks gebeurde. Mm -hmm. En meestal heb je daar safety cars of, of heb je daar crashes en geeft je de mogelijkheid om in dat veld naar voren te springen met een Red Bull. ik vond er eigenlijk een heel subtiele sneer ook van, van verstappen naar, naar Perez. Misschien heb, dat ik het ver, ik compleet verkeerd heb opgevat, hè, maar uh, hij komt dan aan, hij wint en hij zegt tegen, de, tegen zijn, in zijn teamradio: great, great points for the team. Omdat hij ze heeft gepakt. Omdat hij ze alleen heeft gepakt. <laughs> ik vond dat heel, heel subtiel zeggen van Iren. Ik geef jullie toch 25 punten, waar ja. was die een andere? Misschien is dat, is dat totaal niet zo, hè? maar in, ja, in mijn maar hoofd kwam dat wel zo binnen. Ja, ja, alleen... Kijk, we moeten het ook even anders bekijken. Perez gaat na die eerste ronde naar de harde band. In de veronderstelling van kans in Monaco om, om een aantal safety cars te hebben, is best wel groot. Als ze dan op strategisch vlak een aantal mensen gaan pitten en je blijft zelf op de baan, win je on track position. Had altijd gewonnen geweest. Mm. En anderzijds, ze wisten allemaal, als ze keken naar de weerberichten, dat er kans was op regen. Ja, als je dan op een bepaald moment met heel weinig regen zit en je kan langer met die band doorrijden terwijl anderen gaan pitten. Ergens begrijp ik wel van waar dat de strategie kwam, alleen het draaide ook langs die kant in zijn nadeel. En dan wordt het alleen maar frustraties hè? en dan kun je geen punten pakken voor het team. Dat is gewoon een strategie die ze gekozen hebben, volgens mij. Er, was ook, er waren ook wat frustraties daar in het incident met Line Stroll. Jullie waren daar gisteren. Uh, allebei ja, eensgezind over. Het is echt wel de fout van Perez daar. Uh, Stroll die, die heeft zijn lijn, die rijdt voor Perez, dus die mocht, die mocht die bocht zo pakken. Hij kon ook niet anders. Ja. Nee, maar die heeft net verstappen laten passeren. Ja, belangrijk. Wordt op een ronde gezet. Moet dan ook die bocht kunnen pakken. Ja, bla. Ik bedoel, die moet een beetje breder aansnijden. En daarbovenop ziet Perez Strol, terwijl Strol Perez niet ziet. Of toch niet in dezelfde mate. Hm. Dus. Ja, hij had, hij had moeten anticiperen op het ja, verhaal, absoluut. Dat was heel vreemd. Allee, het was zeker, zijn reactie was zeker overdreven. Um, allee. Hij rijdt hem er bijna van de baan, gaat dan een shortcut pakken rechtdoor en dan gaat hij op de exit nog eens een bekken in de muur duwen en dan zeg je, dat was volledig niet mijn schuld. <laughs> Goh, ik weet het niet. Ja. Uh, de start van de race, daar keken we eigenlijk het hardste naar uit. In Monaco, maar ja, dat was. Ik had ja, de jij, climax. Ik denk een minuut ver dat jij ging zitten, Mark Kistel, dat jij zei: alle, het is gedaan. We, we weten. Dan merk je ook ja. onder de, gekeken, je <laughs> de, de rest van de race niet gekeken, Je gewoon hier op je gewoon zitten? <laughs> ik wou het niet zeggen, maar. Ja, jij, jij wou dat scherm niet buiten zetten. Hè? Nee, dat is waar, ik heb het wel geprobeerd. <laughs> um, nee, maar goed, kijk, ze starten ook niet 100% naast elkaar, hè. ze zitten nog altijd schuin achter elkaar geschakeerd. startend, geschakkeerd, dan zitten we nog eens met het verhaal dat verstappen op de mediumband staat, alonso op de harde band, mm. geeft toch altijd nog een klein beetje wert. extra tractie om, om weg te komen van de, van de startlijn. Dus heel onlogisch was het misschien niet, uh, maar we hadden wel anders gehoopt. Ik had ook meer verwacht trouwens van ocon bij de start. Mm -hmm. Ik had ergens wel durven hopen dat die zich er een beetje meer ging bemoeien. Mee Langs de andere kant, ja. Hetgeen dat hij nu gedaan heeft, de wedstrijd heel clean uitgegeven, We hebben hem bijna niet in beeld gezien, maar hij heeft wel een heel strakke wedstrijd gereden met een podium als gevolg. Absoluut. Um, Verstappen die wint, heeft nu al meer overwinningen voor Red Bull dan Sebastian Vettel. Hmm. En dat is een statistiek waar ik eigenlijk een beetje van schrok nu. Hij zit al bij Red Bull van 2016. Ja, in, in hoeveel jaren? Dus dat is al een, een eeuwigheid. Maar dan nog, als jullie die twee moeten vergelijken, die de twee carrières, Sebastian Vettel en Max Verstappen bij Red Bull. Dus vergeet even de periode van Vettel daarna bij Ferrari. Hoe plaatsen jullie die tegenover elkaar? Ay, ik denk eerlijk gezegd, Vettel was ook uitstekend. Hè? Vier wereldtitels op rij win je niet zomaar. Hè? Nee, en oké, okay, ook toen hadden ze natuurlijk in, 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 in dat tijdperk uit Red Bull de beste wagen, absoluut. Misschien met minder voorsprong als nu. Het is een beetje moeilijk in te schatten, denk ik. Um, ay, ik denk wel dat Verstappen dingen heeft te zien met een Red Bull die absoluut niet even goed was als een Mercedes. En daar wel heel dicht is gekomen. Allee, die is wereldkampioen geworden uiteindelijk ook in een jaar dat de Mercedes beter was. Hè. Zijn eerste wereldtitel. Uh, ook, was het, ook al was het een beetje dubieus in Abu Dhabi. Maar ik denk dat Verstappen daar wel meer is. Want dat zie je me langs een andere Ja, ik weet niet. Het is moeilijk om te vergelijken. De, de weg die Vettel aflegde van zo jong te zijn. En ik zou toch bijna durven zeggen minder voorbereid dan Verstappen. Ja, toen hij in Formule kwam. En daar dan bij Lettero Rosso een verschil maakte. Ik denk. Ik weet niet of dat Verstappen beter was voorbereid, maar is anders voorbereid. En, en... Completer toch? Ja, misschien wel, maar dat het is ook weird. een generatieverschil. Hè? We spreken over effectief wel tien jaar later. Ja. Alles is verder ontwikkeld. Die sport is absoluut nimmer hetzelfde dan tien jaar geleden. En twintig jaar geleden. En die jongens zijn allemaal begonnen in de karting. Al die andere categorieën, karting, Formule 3, ja, Formule 2, vroegere Formule 3000, dat er is continu evolutie. Ook in die klasses. Dus de voorbereidingen zijn anders. De, de, ja, ik denk, hij is waarschijnlijk completer dan, dan wat dat Vettel was toen hij binnenkwam in de Formule 1. Maar er zijn redenen voor. Ik denk, ik denk dat er gewoon een verschil is in generatie. Ja, maar ik vind toch dat Verstappen is toch meer een product. Alleen is waarschijnlijk het, zowat het eerste echte product gemaakt voor de Formule 1, door zijn vader gekneed. Gewoon op de juiste manier al zien van. Zeker qua hoeveel dat hij heeft gereden. vanaf dat hij vier jaar was. Ik denk dat dan daarna zijn nog meer piloten dat beginnen te doen. En zeker als er geld was, natuurlijk, want dat is altijd uh, voorwaarde. Maar ja, ik vind toch dat Verstappen daar. dat bedoel ik, met die is er beter voorbij aan kunnen beginnen. omdat het is door zijn vader zo gevormd is geweest. En ik denk dat Vettel het wel meer op, zijn, op zichzelf heeft moeten doen. Wat ergens toch misschien ook wel. Hey, dat je misschien mee in de, in, de, in de overweging moet nemen. Ja, maar ik denk dat dan. Zowel BMW destijds als, uh, als, als Red Bull in een latere fase eigenlijk Verstappen hebben omringd zoals Jos het heeft gedaan voor zijn eigen zoon. En dan denk ik dat we heel veel credit moeten geven aan, aan papa Verstappen, want die heeft van begin af aan heel duidelijke doelstellingen gezet mm. En dat is perfect gelukt, geluk, omdat ja. hij ook zo getalenteerd is. Maar ik vind het een heel moeilijk vergelijk ja. om, om, uh, om vetten. Oké, okay, het is allebei bij Red Bull. Maar ik denk dat daar, daar ongeveer de vergelijking is. Allebei wereldkampioen bij Red Bull en That's It. En, en allebei <coughs> zeer getalenteerd, absoluut. En top hè? op jonge leeftijd, want door, dat is een beetje recency bias, maar door die laatste jaren van, van Vettel, uh, zeker bij Aston Martin, is het heel gemakkelijk om te vergeten hoe fantastisch die was op jonge leeftijd en wat voor een fenomeen dat eigenlijk My. ook was. Jongste wereldkampioen ooit was hij toen. En het is heel gemakkelijk om verder te gaan en te denken van ja, Vettel bij Ferrari was geen succes eigenlijk uiteindelijk. Het is nooit, het is nooit echt gelukt. Uh, nooit een wereldtitel gewonnen, was to waar toch op gehoopt werd. Esther uh, Martin in de laatste jaren was een beetje uitbollen. We mogen niet vergeten hoeveel vuur er in die gas zat als, als jonge, jonge rijter. Dat was echt dat was een bommetje. Hè? Ja, 100 procent. Ja, Monza, Toro Rosso in de regen. Polen pakken en dan winnen. Bedoel, ja. Dat winnen vooral. Die wagen was absoluut niet goed genoeg om te winnen. Hè? En natuurlijk, de regen heeft dat gemakkelijker gemaakt. Hè? Die, de verschillen die worden dan iets meer door de piloot gemaakt. En dan het voordeel van de wagen valt iets meer weg. Maar alsnog, je, dat was zo sterk... Ook gewoon toen al zeg je bij Vittel dat hij met de druk kon omgaan. Hè. En, ook, um, en ook een killer hè, op de bank Echt baan. een killer, ja. De, ja, ja. De, zelfs tegen zijn eigen ploegmaatse? Eigenlijk me, nog, nog meer dan Verstappen tot nu toe. Allee, meer een killer. Hij heeft meer moeten inzetten tegen Mark Webber. Hij, en hij heeft het ook gedaan. Hij ging, meer, hij ging echt overlijken. lijken. Ja, ja absoluut. En ik denk, dat is jammer, dat is zo, maar dat is typisch in alle sporten zo, Als je denkt aan alle grootheden die op het einde iets minder worden, of mindere jaren hebben, dat is, het is gemakkelijk om die, die, die topjaren eigenlijk wat te vergeten, te vergeten. Komt, Na zoveel tijd ga je er pas op terugblikken. Ah ja, toen was hij ook zo fantastisch. Waarom dat ze vaak zeggen, je moet stoppen op een hoogtepunt. Hè. Dat is heel moeilijk als je het graag doet. Ja, absoluut heel moeilijk. Is dat heel moeilijk, hè? Ja. Uh, Regen in Monza, dat was ook regen in Monaco. Sam bedacht, even, ja, nu gaat het komen. We gaan een spektakel krijgen. <laughs> Um, en we hebben wat glijpartijen gezien, maar dat was het. Dat was het. Ja, het is het was, het was niet super. Het heeft gewoon niet heel veel verschil opgeleverd. Ik denk dat, dat het meer is. Weet je? Als, 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 als er meer verschil had geweest. en er veel posities waren gewisseld, bijvoorbeeld. omdat mensen risico namen met bandenkeuze, bijvoorbeeld. dan hebben we er wel van genoten, denk ik. Maar eigenlijk is dat niet gebeurd. Hey, um, ja, we hebben, er, we hebben er niet zoveel. Kunnen uithalen. Het was wel interessant, want ze waren wel echt schuiven. Ik vond wel de onboards knap om te zien. En dan, ik, niet, ik denk dat mensen dat ook willen zien. Van, zoals wij ik denk in de vorige podcast ook al zeiden, van, hey, wat is er mis met de huidige Formule 1? Zou je niet moeten zien dat die moeten vechten ermee? Dat dat machines zijn, dat, die, ja, dat dat de beste piloten ter wereld zijn. Op zo'n moment zie je dat wel. En dat vind ik wel cool. Ik denk dat die situatie gisteren. Alleen maar bevestigd dat al die jongens die er zitten getalenteerd zijn. Ja. Om in die omstandigheden met die banden op de baan te blijven. Nu, het voordeel dat ze dan misschien nog een beetje hadden, was dat een stuk van de baan nog redelijk droog bleef. En op een ander stuk werd het nat. Dus ze hadden meer de kans om een definitieve keuze te maken om voor banden te gaan, behalve Magnussen. Die kregen het op een gegeven moment moeilijk, want die, die dweilden van links naar rechts. Waarbij dat bleek dat de rest wel juist zat in die beslissing. En, maar het was niet zo dat het, ofwel in één keer de hemelslazen openkwamen, en alles in één keer helemaal nat was. Want dan denk ik dat er meer verrast zou geweest zijn. Ja. En ze hebben nu wat meer opbouwtijd gehad in de beslissing van binnen te komen om intermediates gaan te halen. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat op een bepaald moment de baan zelfs nat genoeg was op vol ja, absoluut. Langs de andere kant heeft dat er dan ook weer voor gezorgd dat de foute keuze die Alonso maakt. Hmm om naar de harde band over te schakelen. Ja. Nee, die ging naar de, medium, naar de harde band toen nog, ja, hard, ik. Ja. Hè? Ja. Dat hij de ronde nadien terug kon binnenkomen om intermediërs te halen. Hij had zoveel Margen, hè? tijd en marge ja. om, om ja, die foute beslissing alsnog recht te zetten. Foute beslissing misschien niet, maar foute inschatting van de weersomstandigheden. Ja, ja en allee, die, 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 die keuze van die band van toch weer een slik te pakken, was heel ja. vreemd. Maar eigenlijk, vanuit het oogpunt van Aston Martin, was dat hun kans. Dat, dat was, was hun kans, kans als het zojuist ja. had uitgedraaid voor ja, Het Had dat de kans geweest om, om, uh, om naar de leiding te kunnen gaan? En de enige kans ja. eigenlijk. Dus ja, zo'n foute keuze was dat niet. Hè. Vanuit hun, hun voorspellingen ging het uh, droger worden, een enkel droger worden. Had het had 100% juist ja, geweest. Dat dan. was hun enige optie om voilà. strategisch iets anders te doen dat beter was dan, ja. dan de rest. Dus, ja. dus, dus een risico leek dan achteraf dom. Maar het was wel een risico en dat, een, allee, dat is toch wel ja. Ja, chapeau. Wat er ook leuk aan was: je hoort op zo'n momenten nog meer de communicatie tussen de teams. Omdat die zo belangrijk is. En wat we dan ook gemerkt hebben: is dat bij Ferrari de communicatie nog altijd op niks trekt. Stay out, stay ja, out, stay goed. out. <laughs> dus ze, ze veranderen daar de, wets, uh, de, de, de ploegleiding. omdat het communicatief beter moet zijn. Geen misverstanden. En dan zie je zo'n race als gisteren. en dan horen we Carlos Sainz kwaad worden uh, op zijn ja. team. Dat hij zegt: van Ik had jullie nog gezegd dat het niet zo moest zijn. Um, hij heeft dan ook gezegd achteraf van ja ik ben extra fel want het is in Monaco en dan is het allemaal iets gespannender en dus daarom dat ik misschien wat, zo wat, wat scherper klonk. Maar voor, voor mij is dat niet, in, hoe het bij mij binnenkomt dat komt niet door Monaco. Dat is gewoon omdat het nog altijd niet goed zit bij dat team. Puur communicatief. En dat is opnieuw een opeenstapeling van, van gebeurtenissen die, die al langer aan de hand zijn. Hè? Dat is ook het enige team die met twee auto's tegelijk in de pitlijn staat. staan. Oké, okay, nu zijn de weersomstandigheden die, die, die ermee voor zorgen. Dat, zijn, dat is het hmm. enige team die discussies hebben tussen twee rijders die elkaar in de weg rijden tijdens qualifying. Dat, 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 blijft, gewoon. dat blijft gewoon. Dat krijgen ze niet meteen, uh, niet meteen rechtgezet. Ja, ook, Leclerc, die, die daar in de weg rijdt van Norris, die niet verwittigd wordt door zijn team dat er iemand achter hem in de tunnel komt aangeraced, aan waardoor hij hand ja, is gigantische crash had kunnen veroorzaken. Als ja, je de hij, tunnel meemaakt en je vliegt over iemand anders de lucht in. En waardoor hij van drie naar zes in. gaat, ook voor, voor zondag, ook nog om, sportief, ook nog eens belangrijk. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, maar ik denk, we hebben dat gisteren ook al aangehaald tijdens de uitzending, dat is niet 100% de team een fout. Ik denk dat een nee, rijder dat zich waar. ook heel goed bewust moet zijn van Ik krijg hier de tunnel in, met de verandering van licht naar donker en hmm. terug. Dat is niet de ideale plek om sommen om, hmm. uh, van je gast te komen. Rijd dan door tot achter de chicane. Zet u dan aan de linkerkant als je dan toch wel een traag tempo binnen moet komen. Maar dan zie je het zelf en dan word je ook gezien. Maar ze zijn het zich niet meer bewust. Dat is het probleem. Nee, ja, dat klopt. Dat je wel eens over gaat, van hoeveel verantwoordelijkheid ligt er nu nog bij de piloot? En hoeveel is het allemaal zo data-gedreven dat ze bijna enkel uitgaan van die data? En als die data, dan is hapert. Eh, want als je de GPS-signalen volgt en je kijkt waar die bolletjes op het circuit rijden en je probeert als ingenieur voor je piloot je juiste plaatsen... Ik denk dat iedereen in de autosport weet, en in andere klassen is het nog veel moeilijker, dat, dat is zo cruciaal, track position, eh, in kwaliteit. En dat is ook een van de moeilijkste dingen. Je wilt een vrije ronde. Als je... Als je het in band moet kunnen halen, betekent op de remiet zit, dan mag je niemand voor u zitten. Dat is het meest, ha meest hatelijke wat er is. En in de Formule 1 rijden ze met een van, de, ah ja, qua aantallen, een van de minste aantallen qua auto's op de baan van alle autosportklassen, En toch slagen ze in, daar niet in om dat juist te doen. Ik vind dat zo ergens, pooh, ik weet niet. Het is allemaal te veel gebaseerd op data. Het is, het is te nou, weinig. Ze hebben ook te veel middelen. Hè? Ja. Ze hebben te veel middelen, ze hebben te veel mensen die mm. het doen. De, de, dan is er gewoon te veel kans op fouten te maken. Mm. Ofwel moet je het 100%, 100% perfect, correct uitvoeren. Maar dat gebeurt heel weinig. Mm. Wij zien het zelf ook, Sam, met het antracing, Als wij in de ja. Cup zitten, sta ik langs de kant te spotten om jou trackposition te geven. Om een vrije ronde te krijgen in qualifying. Dat is niet makkelijk. En al zeker niet met de middelen die wij hebben in de, in de box. Moet je gewoon langs het circuit gaan staan op een punt waar je mm. overzicht hebt op de, op de baan. Maar ja. dat, is, dat, dat is en blijft een cruciaal iets ja. van de track position in functie maar, van qualifying. Maar zelfs als je dat ligt er nog altijd een verantwoordelijkheid bij mezelf Absoluut. om te zien ja. dat ik hetzelfde stuk juist inschat. In mijn spiegels goed te kijken en als, als Mark bijvoorbeeld tegen mij zegt oké, okay, daar is een gat en je kan, hey, je kan zoveel lengtes laten vallen, dat is nog maar een inschatting van zijn, vanuit zijn positie, ja. maar ook vanuit de auto is dat moeilijk om te zien. Hij zit helemaal ingepakt op zich met hun helm en zo, dus je ziet niet heel veel. Dan nog is het aan mij om te kiezen van oké, okay, als ik nu... Van het gas komt, moet ik zien dat mijn banden goed blijven. Ja. Ze blijven niet warm genoeg, ze zijn de drukke van de banden, want hè, je moet het ultieme eruit halen. En ik moet mijn eigen juist zitten. Dus er is meer verantwoordelijkheid bij de piloot. En ja, ik vind dat in de, de huidige Formule 1 toch te weinig is. Mm -hmm. uh, 6 en 8 voor Ferrari. Als gevolg van foute ja, communicatie. Binnenkomen voor de verkeerde banden eigenlijk mm. en dan, daarna moeten we doorgaan na, naar Inters, eh, waardoor Sainz en Leclerc ook niet echt tevreden waren, wat te begrijpen is natuurlijk. Hoe kijken zij daar nu op terug, denken jullie? ze Eindigen achter de twee Mercedes? En. Volgens Vasseur uh, redelijk positief. Hij, hij vond het blijkbaar niet dat ze, dat ze heel veel fouten hadden gemaakt, dat ze de juiste calls hadden gemaakt, dat ze. Ja, dat, dat, dat het achteraf altijd gemakkelijker is om, om te zeggen: er is het zo moeten lopen. Alles is achteraf gemakkelijker om te ja. zeggen. Ik vond dat, dat zo'n domme reactie van Vasseur. Ja, en ik vind ook van: oh, er, er hangt zo'n negatief stigma rond dat team. Toch? Allee, niemand lijkt daar gelukkig. Niemand. Leclerc niet. Sainz ook niet. Je zou kunnen zeggen: Sainz die voor Ferrari rijdt en goed betaald wordt om daar te rijden, was een prachtige kans. Had die, allee, was hij ook goed genoeg om hè, ooit misschien Ferrari-plot te zijn? betwijfelt een klein beetje, maar bij het huidige verhaal wel. Maar bij wat dat team betekent. Dus zelfs hij is niet gelukkig en ik weet niet, er is gewoon. Zelfs hij is niet gelukkig. Ja, ik weet niet. Ik vind dat, ze lijken zo onvoorbereid elke keer. Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Hè. Het klopt volledig als we dan zien wat dat Mercedes is, we van weten dat het een slechte auto is. Ja. Die staan er wel elke keer. Ja. Nu, is het, nu is het uiteraard is het nu Red Bull en Esther Maarten. Red, de twee Red Bulls, meestal en Alonso. <laughs> maar dat is dat. Ik credit geven aan, aan Hamilton en Russell, die eigenlijk, ja, het helemaal perfect uitvoeren hè, met een Mercedes die niet competitief is op dit moment. Ja, ze hebben natuurlijk wel die, die upgrades, hè, die updates uh, meegebracht naar Monaco. Niet het ideale uh, circuit om dat uh, daar voor het eerst te testen. Ze wilden dat eigenlijk vorige week in Imola al doen. Nu kunnen ze in Spanje misschien volgend weekend laten zien wat dat effectief kan betekenen. Maar, ja, wat mogen we daar nu eigenlijk echt van verwachten? Gaat die wagen zoveel beter zijn door deze, deze upgrades? Door die dat is nieuwe vloer hebben ze, um, ze hebben die sidepots, uh, de ophanging is ook veranderd. Gaat dat zo'n grote impact hebben? Ik denk, we moeten misschien Aston Martin als referentie ervoor nemen. Um, want die hadden initieel vorig jaar, toen als de nieuwe generatie wagens kwam, hadden die hetzelfde probleem als, als Mercedes. Die hadden ook een design dat totaal niet klopte, dat, dat fout was als je naar de andere wagens keek. En, die hebben doorheen het seizoen zijn die over beginnen schakelen. In het laatste deel van vorig jaar waren ze veel competitiever. Hè? Ja. Uh, Vettel kon eindelijk eh, iets doen, kon aanvallen. Um, maar ja, dat was fijn toen voor hem om zijn carrière te kunnen afsluiten. Maar toch ergens met iets positief uh, bij Aston Martin. En, en dan in de winter hebben ze een gigantische stap gemaakt en ze hebben zich volledig gesmeten op, op dat concept. En dat is, dat is nu, hebben ze de tweede beste auto gemaakt. Mercedes is dat nu aan het doen. Die zijn, die zijn nu aan het veranderen. Veel te laat. Veel te laat, maar het zou wel kunnen werken. En ik denk dat hoe slecht voor een testcircuit in Monaco is, zo goed is Barcelona. Barcelona is een fantastisch testcircuit. Daar ja, zijn gewoon zoveel technische combinaties. Je hebt daar trage bochten, medium speed bochten, high speed bochten. Lange rechte stukken. Ja, exact. Verschillende types van remzones. Dus Dat wordt een bang, hey, dat wordt een test voor, voor Mercedes. Ja. Maar het moet wel spot on zijn. Want ze hebben. Tot de Wolf heeft al genoeg gezegd van oké, okay, we, we zijn een nieuwe weg ingeslagen, dit is de weg die we gaan volgen. Ja. Als dit ook geen succes blijkt, wat dan? Wat gaan ze dan doen? Ik denk dat Toto wolf dat niet zomaar zegt. Ik denk dat hij genoeg kennis heeft en data heeft of, of info heeft doorgekregen van een team um, waar hun winst gaat zitten. Mm -hmm. Alleen ze hebben het niet kunnen. Probeerde in Imola. Monaco was niet de ideale plek en het weer heeft er al zeker niet voor gezorgd dat het goed was. Nou. Dus ja, er werd in het verleden heel veel getest in Barcelona. Dus ze kennen die baan ook wel door en door. Dus ze weten waar ze naar op zoek zijn. Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk nu niet dat ze in ene keer voor Aston gaan staan. Nee. Maar het zou wel eens kunnen dat ze het gat een klein beetje kleiner kunnen maken, ja. of misschien permanent voor Ferrari. Hè? Allee, of, of consistent voor Ferrari kunnen eindigen. Toen ja. eindigen ze nu op, 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 wel soms een beetje om de performance ja. bedoel ik. Performance bedoel ik Niet door stomiteit van Ferrari. Ja, ja. ja. ja, ja dan zeggen, komen. dat was al. Ja, ja, <laughs> dat, ja, dat, dat, dat is te gemakkelijk. Ja. Maar, is te... Maar, maar trouwens, Russell die ging derde worden, hè? Ja. Eigenlijk. Ik ja. Bedoel, die maakt daar dat foutje in, in nat. net wordt afgeleid door die gele vlag van was het Stroll die daar ook richting ging? Denk ik, zo. ik ben niet 100% zeker. En die escape route hem. voor ja. de haarspelbocht. Ja, ik denk dat dat de was. Ja, en ja. gele vlaggen, die wordt afgeluid en die, die lokt zijn voorwiel. En zijt ook achteraf van. Ga ah, gewoon. Je concentratie valt een klein beetje weg. In die condities kan dat niet. Maar zeker op een stadscircuit, waar dat remmen zo cruciaal is, in die plek waar je remt. Dus en die gooit er uiteindelijk alles mee weg. kon komt erover, Hamilton komt erover. En hij zit met een pace dat beter is dan die twee. En hij kan er niet meer over ja, dus. En, en hij, rijdt Perez, ja. hij rijdt Perez daar ook nog even aan. Want ja. hij komt daar supergevaarlijk ja. opnieuw de baan op. Hoeveel, is dat, hoeveel daarvan is zijn eigen verantwoordelijkheid? Maar Red Bull geeft je vleugels, toch? En, uh, en dat zei hij ook wel bij Russell. <laughs> <laughs> Bedoel je dan eigen verantwoordelijkheid voor Russell? Ja, ja 100%. 100%. Niet het voor team dat moeten zeggen wachten. Absoluut. Oh, nee, die kunnen, nee, nee, niet die zien. kunnen ja. dat niet zien. Nu. Of stewards die daar inderdaad. Want jij, zei, jij zei dat gisteren ook nog van Jamaz ja, en stewards die je wel een beetje moeten. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de rijder om ja. de instructies van de Marshalls op te volgen. Ja. Dus volgens mij gewoon 100% fout bij Russell. En Jackie Stewart stond er niet. <laughs> stond er niet. <laughs> uh, wanneer gaat uh, Yuki Tsunoda eindelijk die uh, anger management sessie krijgen? Volgens, volgens mij niet. krijgt hem die al. Zo. <laughs> maar, die gast. Die krijgt daar gewoon instructies voor wat hij moet doen tijdens dat omstandigheden. Ik vond dat eigenlijk heel goed gecommuniceerd van zijn team. Heel rustig, heel duidelijk. En you want me to crash die Ontstekt or what? daar in een colère. Ik weet dat het hoort er al een beetje bij We zijn het gewend van het Sonora. Maar je zou ook denken: jaar drie, je gaat iets bijgeleerd hebben. Nee. Op dat vlak. Nou, we kennen ook niet de volledige omstandigheden. Hè. We zien ook maar fragmenten, we horen maar fragmenten. We horen en zien ook alleen maar wat we willen laten zien en horen uiteindelijk. Hè. Dus ja, het is. Uh ik heb ook al wel eens gevloekt tegen de Merk. Op die manier? Nee. Mark heeft die nee. al op die manier. Ik heb het niet aan jou zelf vragen. <laughs> nee, maar dat is, dat is op dat moment zit je in, in, in de heat of the game. Hè. Je, je verwacht het een en het ander. En, en, hmm. en de minste tegenslag of een kleine teleurstelling zorgt ervoor dat je op dat moment gaat roepen. Terwijl dat je hè, op een doodgewone dinsdag of woensdag er normaal kan over praten. Dus ja, dat is logisch. Ik, ik heb ook achter het stuur gezeten. Dus ik, ik weet wanneer ik mijn. Het zit rond de nek moet en het nummer op de Wat is het ergste wat hij al tegen u gezegd heeft? Niet zeggen merk. Zo erg is het niet. Nee, nooit het tegen hem. Het is nooit persoonlijk. Het zijn gewoon frustraties over situaties. Zelfs dat woord hebben we nooit gehoord. Nee, helemaal niet. Kom ga over de frustratie van het moment, van iets dat niet lukt. Dus ik, ik vind het vooral ook is dat met Tsunoda altijd... De manier waarop vind ik vooral grappig. Die kan kwaad worden, ja. maar die gast daar is echt zo'n zo zo kindje van drie, vier jaar dat in de supermarkt zijn goesting niet krijgt, of in de speelgoedwinkel zijn goesting die krijgt, en gewoon op de, op de grond begint te slaan. Dat is, in mijn hoofd is dat Tsunoda. En ergens dat helpt dat er ook, dat hij effectief mm -hmm. zo klein is. Dat, dat maar dan ook, maakt maar ook de automatische connectie tussen de keel die opengaat en het knopje dat de radio ja. induwt. Het, het is ook nooit los van elkaar. Het is altijd samen. Dus, dus niet uh, gewoon dan maakt het ook helm. wel. Anders zouden wij het natuurlijk niet meekrijgen. Mm. Uh, we gaan wel eindelijk opnieuw naar het traditionele circuits. Het is gedaan met stratencircuits. We hebben zes grote prijzen gehad. En normaal gingen we vorige week Imola hebben om het even te breken. Maar nu, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar voor mij is dat ergens een, een opluchting. Ik ben blij dat we naar, naar, naar Spanje gaan, naar Canada gaan, naar, naar Oostenrijk, naar de traditionele echte racecircuits. Meens. Mee ja, ik ook. Um, en niet alleen naar performance toe van bijvoorbeeld de Mercedes. Maar, maar ik, ik wil het dan ook even over bijvoorbeeld Nick De Vries hebben. Uh, mm -hmm. Het begint nu pas voor hem. Nu komt hij op circuit zodat hij vroeger gereden heeft. Nu komt hij op circuit zodat hij de juiste voorbereiding heeft, waar het team meer en meer data verzameld heeft gedurende de ja. jaren. Dus um, zijn overstap is tot nu toe absoluut niet echt succesvol geweest. Nee. Um, en ik ben echt benieuwd wat hij nu in Barcelona gaat kunnen doen. Maar ik, ik verwacht eigenlijk wel een, een serieuze stap. Alhoewel dit weekend was hij al een beetje dichterbij. Uh, maar het verschil met zijn ploegmaat blijft wel enorm, natuurlijk. Ja, en, en hij moet met, hij moet met, met harde geruchten omgaan. Hè? Ik bedoel, Jarno is, is in, de, in de fabriek geweest om een stootje te maken. Is dat om als reservepiloot te kunnen inspringen tijdens de raceweekend? Hè? Dat zou je dan aan kunnen hangen als team? Of niet? Uiteindelijk wat, wat je, wat, de op Wat de denk de zelf? Ik denk niet dat ze, dat ze Ricciardo daar zo snel gaan insteken. Allee, ik zou echt verbaasd zijn mochten ze dat doen. Maar langs de andere kant, ze hebben hem wel. He. Ze hebben hem gewoon op de payroll staan. He. Dus ja, ze zouden hem beter daarin zitten dan, dan filmpjes laten opnemen. Ja, maar ik denk, dat, ik denk dat ze als team en als, uh, en als sponsor en, en alles wat er rond hangt, de analyse die wij maken ook gemaakt hebben. En zelfs veel verder gegaan zijn in dat ja. analyseren. Ze hebben hem ook niet zomaar binnengehaald, de Vries. De dus ik denk niet dat ze meteen aan de kant gaan schuiven. Ik denk dat zij ook wel weten dat de Grand Prix die er nu aankomen, dat dat meer een echte referentie is of een betere vergelijk is. Hm. En ik denk ook als ze straks met hem niet doorgaan, dat ze daar een ander jong talent gaan inzetten die misschien uit de Formule 2 kan komen. Ja. Uh, ze, bij de Formule 1 hebben ze wel nieuwe kalendermakers nodig, dat is duidelijk. Vind ik toch? Als je kijkt de eerste zes van, van, van dit jaar, oké, okay, is, China is weggevallen. Um, Imola is nu weggevallen. Maar we gaan dan nu naar Spanje, dan gaan we naar Canada en dan gaan we terug naar Europa. Ik, ik zie de lijn echt niet in wat ze, eigenlijk, wat ze daar proberen te, proberen te bereiken of wat ze aan het doen zijn. En dat is als sportliefhebber en als een. Ja. Op dat, op dat vlak, half een autist, stoort me dat heel hard <laughs> dat daar geen halve? lijn in zit. Half. Huh? <laughs> Kalm jij. <laughs> ja, ik denk. Het is nog veel lastiger voor de mensen die actief zijn in dat wereldje. Hè? Die moeten Amai. die jetlags kunnen verwerken. Die moeten maar zorgen dat ze er elke keer opnieuw staan. Dus ja, er zal wel ergens een commerciële reden zijn waarom dat het op die manier gebeurt, vermoed ik dan. Ja. Nou, gaan de, de nieuwe eigenaars eigenlijk die waarde van die traditionele circuits nog wel blijven inzien? Of zien die die nog wel in? Ik heb het gevoel van niet. Ik hoop ergens dat. Uh, dat door de waarde van de Formule 1 die zwaar het stijgen is. En iedereen verdient er nu veel geld aan. Hè? Ik bedoel, tien jaar geleden zou je kunnen zeggen dat een team zoals Haas. Uh, Minardi bijvoorbeeld, jarenlang heeft moe moeite gehad om te overleven. Haas, initieel, hè, je weet nog die telefoontjes van Gene Haas. Of ja. Steiner van. Uh, pff, ik wil de stekker er misschien uitrekken, Ik gaat hij nooit meer doen. Hè. Dat levert nu zoveel op. En door die budgetcap, zeker. Hè? Ze kunnen maar zoveel uitgeven. En er wordt nu heel veel, heel veel geld verdiend aan de 1 door alle teams. Dus door de Formule 1 ook, dus gehoopt ergens dat, omdat er toch zoveel binnenkomt, is het misschien niet nodig om gewoon geld uit de zandbak aan te pakken, bijvoorbeeld. <laughs> um, wat ze ervoor wel deden. Dus het is een beetje, ja, ik weet niet hoe, ze zijn er wel volledig mee bezig. Ze willen nog meer verdienen, nog meer verdienen in Las Vegas en dit en dat. Dus ze zijn het wel aan toe, maar ik hoop wel dat ze inderdaad beseffen, van Monaco bijvoorbeeld, we moeten erop blijven, Spa, wat we hopen, we moeten erop blijven. Maar ik vind, ik vind het moeilijk om dat te voorspellen of dat ze daar zo gevoelig aan zijn. Ik weet niet. Sportief dan, wat gaan we anders zien? Gaan we iets anders zien in Spanje buiten de dominantie van Red Bull? Ik denk dat we daar alle drie het over eens zijn, dat gaat blijven. Dat gaat niet echt anders zijn? Nee, ik denk dat dat gaat blijven. Ik denk dat meer in het midden van het pak en achteraan is dat we, dat we misschien verschillen gaan zien. Mm. Op, op wie letten jullie dan vooral? Of waar verwachten jullie veel van? In positieve zin. Mm. <laughs> um, Mercedes. Mercedes, ja. Mercedes um, zou een stap moeten gaan zetten. McLaren. Ik ben heel benieuwd naar McLaren. Ja, ik, ja, ik ook. Nu 9 en 10, maar dat zegt natuurlijk niks voor de circuits die eraan komen. spreken we wel niet over vooral het veld, dan denk ik. Hè? Dan spreken we een beetje uh... over punten kunnen pakken. Midfield, ja. Ja, betere beter, ja. Beter in de buurt van Alpine te komen. Nou. Ja. Ja. Maar zijn ze daartoe in staat? Ik denk het niet. Ik denk nee, het ook niet. Nee. Ik denk dat de basis van die wagen niet goed genoeg is nee. om het te doen. Ik denk dat Alpine ook beter is dan dat we eigenlijk nu al van hen gezien hebben. En dat het er nu pas uit gaat komen, gewoon omdat het gewoon een circuits ook nog niet helemaal waren. Ik denk dat het nu wel. Ze zijn ook wel, denk ik, hun identiteit is een beetje dat ze zo onopvallend zijn. Hij is raar, hè? Ze hebben een opvallende auto, Qua kleuren, maar in die communicatie zijn ze niet super durvend of zo. Ik ben ook geen fan van dat het Team Alpine heet. Misschien belachelijk, hè? Maar ja, nee, maar. Waarom ga je weg van de naam Renault? Hoe wilde jij het gewoon Was toch gewoon Renault gebleven? Blauw? Maar zou er gewoon Renault moeten blijven? Die naam heeft geschiedenis. Het is hetzelfde, hè? Daar zit nog wel veel. Positionering, achtergrond en strategie van zo'n merk. Hè? Maar ik praat ook gewoon puur als sportliefhebber, los van, van verder na te denken. Je moet dat misschien minder doen. <laughs> denk moet je als mee... een... moet sowieso als... minder ja. praten, zegt hij. Ik denk als het niet Alpine was en wel Renault, dat ze niet meer in de Formule 1 zaten nu. Ja, feit. Okay, ik zie mijn punt is al compleet kapot gemaakt. Ja. Bedankt, Mark. Maar om verder te gaan <laughs> erop, ik denk dat de, de grootste, een van de grootste challengers moet Alfa Tauri zijn, volgens mij. In het tweede gedeelte van het seizoen om terug voor de Williams te geraken. Ja, nee. In normale omstandigheden. Ja. Want dat was het eerste gedeelte van het seizoen nog niet het geval, volgens mij. Nee, maar ik heb het gevoel dat we nu aan een, een volledig ander deel van het seizoen gaan beginnen, echt. Daarom dat ik er redelijk enthousiast over ben. Dat, de, de circuits die hier nu aankomen zijn zo anders. Ik kan een andere insteek krijgen, een andere aanpak. Dus misschien verwacht ik er te veel van. Voor hetzelfde geld zijn de verschillen nog groter tussen bepaalde teams. En gaan we gaan we niks van spektakel te zien krijgen, maar... Denk, ik ben daar toch redelijk enthousiast over. Ja, Barcelona is meestal de plek waar ze met grote updates komen. Hè. Dat is eigenlijk klassiek gezien altijd het geval geweest. Maar ik denk wel dat de kalender in die mate veranderd is dat, dat ze minder hebben kunnen leren in dat eerste stuk. Ja. Voor Barcelona, waar het vroeger, ja, minder denk ik, testwerk. Al, hè? Minder testwerk, maar ook minder misschien circuits die, er, die erbij hielpen. Er zijn nog zes grote prijzen voor de zomerstop. Nu Spanje, Canada, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, België. Een leuk zes, leuk. Ja. Het eraan komt. Absoluut. Absoluut ja. Alright, goed. Um, cool. Grote prijs van Spanje. Dat is komend weekend, zaterdag en zondag. Uh, de volgende op PlaySports. Een top drie, alsjeblieft. Geef een voorspelling. We gaan allemaal verstappen op één zetten, waarschijnlijk. Verstappen? <laughs> verstappen, Perez, Hamilton. Oké. Okay. Sam? Moeilijk. No. Alonso. Op drie? Gewoon Op die... één. Op één? Oh. Gewoon echt om zo te doen. Hè? Maar, ik bedoel, er moet dan iets gebeuren. Hè? Maar Alonso in eigen land. Op één. Maar dan betekent dat er eigenlijk iets gebeurd is met Verstappen. Dus die verdwijnt dan uit mijn top 3. Anders wint hem mee. Be een zet. beetje het, uh, het Rosberg-Hamilton uh, 2016 ja, ik, die elkaar daar van de baan rijden ik, en waardoor ik... Verstappen zijn eerste race gaat winnen. Ik, 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 ik reken ergens op, op uh, tussenkomst van buitenaf. <laughs> uh, maar uh, pakt uh, Alonso, Perez, Russell. Oké. Okay. Ja. Goed. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. <laughs> Aan de shockers zijn, man. Het, is, het zou interessant zijn ook. Een man, merci om tijd te maken op deze, op deze feestdag vandaag. Um, zaterdag en zondag, dus de Grote Prijs van Spanje te volgen op Play Sports. Maandag is er opnieuw een aflevering van de Perrock en dan uh, zijn wij er ook weer bij. Um, dus alles voilà, gewoon te volgen. Heel benieuwd wat het gaat worden komend weekend of uh, de voorspelling van Sam gaat uitkomen. Ik betwijfel het, maar je weet maar nooit. Misschien is hij een orakel. Voilà, tot volgende week. Salut.